Suriname heeft intussen het Sinopharm-vaccin ontvangen uit China. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid geeft aan dat de vaccinatiegraad in ons land binnenkort mogelijk naar 40% zal stijgen. Dit aangeven, we zijn op 23 februari gestart. Nu pakweg bijna 5 maanden verder. En we hebben tot stand gebracht ongeveer 215.000 doses aan eerste prikjes. 215.000 eerste prikjes aan vaccins. Ik weet zeker dat tot 205.000 of 206.000 door het AstraZeneca-vaccin. Met het AstraZeneca-vaccin is gevaccineerd. Dat was ook het enige vaccin wat Suriname ter beschikking had. Recentelijk hebben wij pakweg 2 weken terug een donatie ontvangen van China. Met het Sinopharm. Dat is een WHO goedgekeurd vaccin. Welke nu ook al wordt geïmplementeerd sinds het afgelopen weekend. Daar hebben wij gemerkt dat wij zeker al 5.000 tot 6.000 doses van dat vaccin hebben toegediend. Het is ook een vaccin waarvan 2 prikjes nodig is voor een complete vaccinatiestatus. En daar nog hebben we eigenlijk ongeveer, denk ik, 42 of 43.000 personen die nu volledig gevaccineerd zijn. We weten 100% zeker, nog niet 100%, laten we zeggen. We weten vrijwel zeker dat van al die 212.000 personen ook de mensen ook hun volledige vaccinatiestatus binnen een aantal weken zullen behalen. Dus dat zal ook goed gaan lopen. Met dit gegeven betekent dat we feitelijk rond 40% van de samenleving op korte termijn, en binnen nu en 2 maanden hopelijk, gevaccineerd zullen hebben. Dat neemt niet weg dat je meer en meer mensen moet gaan bereiken. Want we kijken natuurlijk niet alleen naar het aantal. We kijken ook naar onze risicogebieden, maar ook onze districten. En uit de districtenanalyse bleek dat feitelijk een aantal districten nog behoorlijk achterlopen qua vaccinatiestatus. Bijvoorbeeld Marowijne, Para, Brokopondo, Sipaluwini en Koroni. Dat zijn districten die nog ver achterlopen. Er worden pogingen gedaan om de vaccinatiebereidheid te verhogen. Er is veel ruis, er is veel fake news, er zijn veel vragen, bezorgdheden, onzekerheden. En die kunnen we niet zomaar verwachten dat die van de een op het andere moment gaan omslaan. Het is een taak van de overheid, van het ministerie, van het BOG, van de diverse deskundigen om die communicatie met die gebieden op een andere manier te doen nu. Want dit is wat wij tot nu toe in 5 maanden hebben gecommuniceerd. Is gebleken dat die 200 zoveel duizend mensen nu bereid geweest zijn om zich te laten inenten met die communicatie die we hadden gedaan in eerste instantie. Nu blijkt dat er andere bezorgdheden zijn, andere knelpunten in die communicatie. Dus dan moeten wij daarop nu gaan inspelen. Daar zijn we mee bezig, vooral de medische zending is bezig met het binnenland met name. Brokopondo, Sipaluwini, er is nog heel laag. We zetten dus vaccinatiedagen op. En je ziet dat er heel weinig mensen komen vaccineren. We hebben weliswaar gesprekken gevoerd met het traditioneel gezag. Gramangs, de Gramangs en de kapiteins en Bashas. Ik ben zelf deel geweest van die Krutus. En we hebben de volledige ondersteuning gehad van het traditioneel gezag. Er is nog wat meer vraag nodig, uitleg. Dus dat doen we ook. Maar het is een proces, zo zie ik het. Bij bepaalde personen is er niet veel nodig. Maar bij andere groeperingen is er misschien ook wel bereidheid, maar je moet die hulpvraag vinden. Je moet die hulpvraag vinden, de vraag die de persoon heeft. En je moet niet verwachten dat met massacommunicatie je iedereen ook kan overtuigen. Dus bij bepaalde populaties in bepaalde gebieden zal je individueel of op wijkniveau of op kleinere gemeenschappen moeten inspelen. Dus daar zijn we mee bezig. Daar hebben we de ondersteuning van de PAHO, de UNICEF, maar ook het Rode Kruis uit Nederland. Zal middelen ter beschikking stellen zodat we een op maat gemaakte communicatieplan kunnen gaan uitvoeren in die gebieden. Dus dat zal ook binnenkort gebeuren. We willen ook geen risico's nemen om zonder goede voorbereiding de dure logistiek voor te bereiden naar die gebieden. Om dan eigenlijk met een lage score terug te komen. Dus we willen liever goed voorbereiden. We willen de mensen in de gelegenheid stellen om een aantal weken alle vragen te stellen die nodig zijn, alles te zeggen wat nodig is. En als we een goede assessment hebben gemaakt en we denken dat we ready zijn, dan gaan we inderdaad ook daar vaccineren. Dus uiteraard zijn we ook bewust van die risico's en van die obstructies die er nu zijn.
Dus dat is wat betreft bereidheid. Aan de andere kant hebben we nu 2 merken. Dus er is een alternatief op AstraZeneca, om het zo te noemen, want die was enige. Er is, u hebt zelf geconstateerd dat bij POC Sinopharm heel vlot verloopt. We hebben deze hele week tot 19 juli gaan we de mensen in de gelegenheid stellen om zich te laten inenten met Sinopharm. En ik was gisteren zelf daar bij de launch. Ik heb ook gezien dat het heus niet alleen de Chinese gemeenschap is die daar zich laat inenten, maar ook gewoon Surinamers.